De kelder, dat vormt het speelpunt van dit gebouw. Dat wordt het kloppend hart van het gebouw, zeg maar. Er worden heel veel installaties in aangebracht. En er worden ook heel veel gegevens in gemonitord. Overigens in het gehele gebouw worden gegevens gemonitord. De rode leidingen, dat zijn mantelbuizen ten behoeve van de elektrainstallatie. De tweede die we daarnaast zien, dat is de riolering. Dat zijn standleidingen die naar boven toe gaan lopen. Deze leidingen die we hier zien, dat zijn leidingen van de laagtemperatuur wandverwarming. Dat is een kanaal van de luchtverwarming. Hier ziet u de isolatie van de luchtverwarming. Kanalen in de vloer die zijn ook allemaal geïsoleerd. Deze kanalen die lopen in zijn geheel onder de vloer door. Dit zijn ook twee kanalen van de luchtverwarming. Dit kanaal is de gasleiding. Die gaan naar de bovenliggende verdiepingen toe. Deze twee kanalen, dat is een koudwaterleiding, een schoonwaterleiding en een grijswaterleiding. En een grijswaterleiding die is aangesloten op de waterkelder in de gang. Hier zien we de leidingen die we net ook in de kamer zagen, in de tuinkamer van de laagwarmtewandverwarming. Die zien we hier ook uitkomen. Hier komen ook de leidingen van de vloerverwarming uit. In een aantal ruimtes wordt de vloerverwarming onder de tegenvloer aangebracht. Dat zijn ook deze leidingen. De lage temperaturen, zeg maar, in combinatie met de warmtepomp, zorgen ervoor dat de energiekosten omlaag gaan. We zijn hier in de kelder van gebouw De Witte Roos. Niet zo hoog is het hier. En kelders in oude panden die hebben heel vaak vochtoverlast. Vroeger niet, toen kon men dat heel goed opbouwen, zodat er niet te veel water naar binnen stroomde. Als het erg regende, dan kwam er bijvoorbeeld meer water omhoog uit de bodem. Dat moest weg kunnen, dat kon het onvoldoende. Dan zag je dat in een putje en dan schepten ze dat putje leeg. Als het hele droge tijden waren, dan zorgden ze dat dat putje weer gevuld werd met water uit de pomp. En daarnaast is er een ventilatiekanaal, waardoor je zorgt dat er altijd voldoende waterdamp uit het keldertje weg kon trekken. De hoge vochtigheidsgraad van de kelder, die heeft veroorzaakt dat de balklaag die hierboven was, en die dus de vloer ondersteunt van de kamer hierboven, helemaal verrot was. Nu hebben wij ervoor gekozen om die balklaag niet te vervangen door hout, maar door kleine stalen bindjes. Staal heeft een lange levensduur als je het goed bewerkt en dit staal is dus verzinkt. Nu is het zo dat in Delft we geleidelijk zakken ten opzichte van het oppervlaktewater. Het is dus niet goed om zo'n dichte laag te hebben. En wat we nu dus doen is die cementlagen afkappen. Nu komt hier een heel installatiesysteem wat ook veel warmte produceert. En we gaan hier goed ventileren en dan denken we dat we een goede duurzame toekomst hebben gebracht in deze kelder. De kelder wordt van ouds ontlucht via een kanaal. Dat kanaal loopt achter de open haard, die nu ontmanteld is. Via de boezem van de open haard, hè, daarachter wel te verstaan, in een kanaal dat door de muur is versleept, naar een binnenplaats bij de buren. Wat ik nu wil doen, dat zijn de buizen voor de beluchting van de open haarden. Deze buizen die worden helemaal vanaf hier zo, bij iedere open haard 1, wordt helemaal achtergelegd tot achter het gebouw. Dan komen ze weer boven de grond. Dat is de bedoeling dat het vuur dan verse lucht krijgt voor de verbranding. Hier in de tuinkamer achter ons wordt een hele nieuwe schouw aangebracht. In de voorkamer wordt de schouw compleet gerestaureerd. En in de middelste kamer wordt de schouw ook gerestaureerd. Er komt er een nieuwe boezem te staan. Deze schouw moet vanwege de installaties in zijn geheel naar voren gehaald worden. De schouw die is schoongemaakt al. Er zat een hele dikke lage verf en kalk op, zodat de ornamenten uit het zicht waren verdwenen. Er waren alleen nog wat relief zichtbaar. Dus netjes schoongemaakt, schoongekrapt. En nu is zichtbaar op de schouw dat er kunststof is aangebracht als een van de twee bewerkingen om een mal te maken van het ornament. Zodat het ornament straks weer teruggebracht kan worden. Bijzonder aan dit project is
ja, de duurzaamheid van het project. In dit project gebeurt er heel veel installatie technisch. En ook het mooie interieur van het gebouw. Denk aan de gestukte gang met mooie plafonds, geornamenteerd. En ook de wanden. Denk aan de wandbespanningen die aangebracht worden. De marmeren vloer die in zijn geheel mooi gerestaureerd wordt. Het zijn toch hele mooie restauratieonderwerpen.